Sau. Steek erdoor. Trek aan. De andere kant weer hetzelfde, rond de touw. Steek erdoor. Trek aan. Dan schuift hij mooi dicht. Hier moet hij mooi aan elkaar koppen. Ik kan ook een dubbele vissersknoop maken. Dan draai je het twee keer rond. Dan twee keer door. Hier moet dat weer mooi in elkaar kloppen. In de knoop. Wachtwoord in het karton. Wordt met stopknop. Een half mastworp. Dus kan die op iemand laten dalen. Ja, zo voordat je een slingline installeert. We beginnen met een stuk met de spanners. We gaan zeker rond de paal. Ja, ja, met de groente. Ja. Ik moet de lijst even mee. De vlugger, waar het de rond zit. Zonder draaiingen. Breng het erdoor. En hier.
mooi dubbel geplooid is. Zodat, als we het zelf aanspannen, dat het mooi open gaat. Dat het mooi recht hangt. Goed. Dit laat ik zo hangen. Nu gaan we naar de andere kant. Hier doen we hetzelfde. We pakken het uit en we moeten rust. We gaan rond. Halen het volledig zelf door. En dan gaan we zo heel het lint aflopen tot daar, zodat er nergens een draaiing kan inkomen. Wat mooi recht van. Dan kunnen we beginnen draaien. We zorgen dat het hier mooi gelijk blijft, zodat het oprolt, dat het mooi oprolt, zodat het niet kan klemmen. Dus het in. Zo, totdat het mooi spant. Dan doen we dit terug toe. Zo, en we leggen dit aan de kant. En we zijn mooi geïnstalleerd. De spant hangt mooi recht. Go. Dus we gaan nu een sprong terugmaken. We gaan hier aan deze paal beginnen met een paalsteek. Dus je gaat beginnen met terug een paalsteek. Hier een popknoop. Steek hem erdoor. Spant hem. Hij schiet erdoor. Hij zit langs de buitenkant. Dat is niet goed. Hij moet langs de binnenkant zitten. Dus als je hem dan even terug trekt, moet je hem er langs de andere kant insteken, dan zit hem altijd aan de goede kant. Trek hem erdoor. Zoals je ziet, stikt hem nu aan de binnenkant. Belangrijk detail. Die werkt je af met een stopknoopje, dat hij zeker niet kan loskomen. Zo kort mogelijk bij de knoop. Dus deze kant is in orde. Pak je touw mee. Ja. Naar de andere kant. Dus hier gaan we een spanknoop maken. Dus ik maak terug zo een flopknoop. Deze lusken hangt in de skaton. Dan trek je die kant hierdoor. Zodat dat gewoon blijft. Hier hangt je andere musketon in. Dan gaat je met je touw, zoals je ziet, zit dat aan de linkerkant van de boom. Dus je gaat daar. Zo, dan gaat je langs de onderkant in een musketon. Ik ga het er helemaal doorhalen. Zo, dat zit goed. Dan kun je al een eerste keer aanspannen. Zo, hierbij is het belangrijk, dus je gaat dan naar de andere kant, zodat je nog eens kunt aanspannen, maar hierbij is het belangrijk dat je altijd gewoon boven je touw draait altijd.
Dus terug. Langs de onderkant. Door de musketoen. Gaat er helemaal door. En dan gaan we er de eerste keer over gaan. Dus nu gaan we hem afwerken. Je ziet nu spannend touw mooi. Dus nu gaan we hem afwerken. Ik ga er eerst een keer rond. En dan ga ik direct door de. Ja. Dus je gaat hier rond. En dan ga je aan de binnenkant. Dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat je touw, als je aanspant, niet kan opschuiven. Dus je moet daar spannen. Maar dit is juist een goede doorgaan. Terug. Zo, dat is de eerste keer. Zo moet je 5 keer gaan. Ik heb dus mijn touw. En nu gaan we zorgen dat touw geknoopt wordt. Dus nu gaan we terug rondgaan. We gaan het hier lusje en gaat dat touw daardoor. Zo, dan spant je dat aan. Je zorgt dat het rug schoon daartegen zit. En we gaan dat direct nog eens doen. Terug allemaal door. Als je dan kijkt, die twee vormen eigenlijk al een masterclub ook. Maar we gaan het nog 1 keer doen. Je moet altijd zeker zijn. Dus nog 1 keer erdoor. Span nog eens aan. Goed, hij is nu af. Om het helemaal mooi af te werken. Mooie wegbergen. Je kunt dat erop leggen. Als je hier genoeg ruimte hebt, kun je wat erin steken, zodat dat mooi blijft zitten. Dan is de brug klaar.